denk dat wij het enigste parlement in de wereld zijn die een kunstwerk op zo'n prominente plek heeft. Dus ik kan me geen Tweede Kamer voorstellen zonder de werken van Rudy van der Wind. Het thema van zijn werk is oneindige ruimte. En dat doet hij op een hele ingenieuze manier met de plaatsing van de panelen. Ik kan me toch heel goed herinneren een groot hakenkruis of een hamer en sikkel of een flinke arend. Dus er werd iets uitgedrukt van de macht of de identiteit van het land. En daar heb ik dus helemaal geen behoefte aan. En ik denk dat dat juist daarom interessant is dat het hier over schilderkunst gaat.